Oké, die weet je wel. Welke? De fiets. Fietsersovergang. Fietsovergang. Fietspad. Fietspad. You are my sunlight. Jezus. I was alone, but now I found. I got my feet on solid ground. Mipa en ik zijn onderweg voor The Room. Ze hebben ook gewoon stoelen. Oh, kijk die daar. Die zijn echt heel leuk. En die? Best wel nice dingen, man. Sorry, dat haar, dat ziet er echt niet uit van mij vandaag. Oké. Okay. Het lukt ons dus niet om een kleedje te vinden. Kijk, dit is de kleur, jongens. Tegenwoordig. Of zijn we nou te oudbollig of zo? Nee, zij zijn oudbollig. Wij niet. Hoe dan? Kijk, dit is gewoon eigenlijk wat ik mooi vind. Dit. Maar dat dan, ja, rond op de grond. Zo iets gezelligs. Is toch mooi? Of niet? Helemaal klaar mee, hè, nu al. Nou, we hebben dus eindelijk een kleedje. Voor The Room. We gaan het nu eventjes neerleggen. Ik kan natuurlijk niks doen. Want ik heb... Goedemiddag. Hey. Hi. Ik heb natuurlijk iets laten doen. Anyway. Wat? Hebben we het te grote gekocht? Nee, niet. Jezus Christus, waar komen die te staan dan? Ja. Daar ergens, denk ik. Wat zit daarin? En dit heeft Mel allemaal nodig? Ja, blijkbaar. Oké. Okay. Maar ik denk dat het zitten alle geluidspullen in. Ja, even omhoog, Miva. Ja. Bijna, je bent er bijna. Nee, ik kan niet helpen, want ik heb boobies. Ja, het is echt een heel groot goed excuus. Anders had ik gewoon geholpen, hoor. Zo. Maar dit moeten we dus hier gaan neerzetten, toch, Mif? Dat is de bedoeling. Nee, dat is de bedoeling. Wat is de pas? Ik hoop ook dat het past. We hebben helemaal niks gemeten ook. We hebben zomaar... Ja. Zo als dit. Het is zo wij. Ja? Toch? Ja? Lijkt me het meest logisch, toch? Ja, doe maar niet. Oké, of gaat. Goed bezig mee. Het is een hele klus. Nou, ik vind het best schijnig. Ja, zijn de kleuren voor mij? Ja, want ik vind dat roze met het mintgroen en bij dat mosterdgeel vind ik echt heel leuk bij elkaar passen. Is het wat? Ja. Mis wel nog een andere stoel. Nou, ik... Maar ik ga... Oké. Zeg me nog wat. Oké, ga ik me even een cursustheorie geven. Wat is dit blauwe bord hier, met die auto? Dat is... Ja? Doorrijden. Ja, maar wat betekent het bord? Niet stoppen. Jokkes, Glenn. Oh, ik ga auto. Ik heb ineens zin om je les te gaan nemen, jongen. Even serieus. Ja, je moet. Oké, maar dat bord was doen. Dus een autoweg. Oh ja, dat was ja, het. Oké, ga eerst wat simpelere dingen doen. Ja, doe maar. Nou, ik vond autoweg best behoorlijk simpel. Ja, die weet je niet. En nee, niet. Je zette me voor het blok in één keer. Was je daar gewoon. Oké, die weet je wel. Welke? Die fiets. Fietsersovergang. Fietspad. Overgang. Ja, er zit een overgang. Ik kijk niet op mijn letter. Oh my gosh. Okay. Ja, wat hebben we nog meer? Je moet dingen vragen, hoe hard mag ik hier? Nou, kijk, ik heb een hele handige navigatie. En hier staat je mag hier 50 km per uur. Ja. Ja. Oké, en deze bord hier met het paaltje rechtdoor? Rechtdoor mag alleen. Ja. Ik doe het even met mijn eigen woorden, hè? Ja, dat is goed. Oh, jongen. Als ik toch ga vloggen en ik krijg autorijlessen, jongens. Ja, dat is al een vlog op zich.
Nee, ik zal het even uitleggen. Ik heb dus geen rijbewijs. Omdat ik... Omdat je Annie hebt. En ja, ik ben gewoon gewend dat ik altijd gereden word. En dan word ik makkelijk en zo. En Mifa. En Mifa. En dan vergeet ik het. Ik vergeet het gewoon. Ja. Ik vergeet het gewoon. Nee, maar het wordt je ook niet heel erg makkelijk gemaakt, hoor. Zeg je eerlijk. Nee, maar ik moet ook zeggen, theorielessen zijn tegenwoordig echt pittig, hè? Snap je? Ja, ik heb hem 20 jaar geleden gehaald of zo. Toen was het echt piece of cake of zo. Ja. Met mijn hersenen. Toen was ik nog niet geboren, Mief. Nee, maar dat is. En ik vind het rijden niet eng of moeilijk. Ik vind theorie heel moeilijk. Ja. Nou, anyway, we gaan gewoon weer. We gaan oefenen. We gaan gewoon weer voor de hoeveel oefenen. Nou, ik denk dat ik het al jaren met op en aan probeer. Oké, wat is dit voor bord? Wat is dat voor bord? Welk bord? Ik zie geen bord. Oh, daar, dat ding naar beneden zo? Ja. ja. Dat is stopbord. En waar of niet? Gun me iets. Zoiets, ja. Oké, en die daar? Dat is een tram. Nee, dat bord wat daarop. Lastige vragen, jongen. Het staat, ga terug. Ga terug. Dus, ga terug, bord. Dat betekent dat je daar, mag je daar inrijden? Nee, dat mag niet. Nee, dat mag niet. Dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Je moet niet ergens in gaan rijden waar ze zeggen, ga terug. Ja, lijkt me simpel. Maar goed, het gaat goed komen. Ja. Ik heb voor de zomer, heb ik mijn rijbewijs. Daar gaan we voor. Hi! Vandaag maken we pasta. Ik ben alleen. En de enige die mijn eten eet, ben ik. Mijn kind eet het niet. Mijn man is weg. Dat was een grap, ja. Moet kunnen. Maar ik ga jullie straks het resultaat laten zien, ja? Ik ga alvast beginnen. Met de boepjes gaat het goed, jongens. Ze zitten goed en lekker hoog in. Ik ben hysterisch. Nou ja, dat zal ik ook wel weer commentaar op krijgen. Het is wat het is. Doei! Oh, iets te veel. Shit. Goed. Nou. Er was iets te veel pasta saus erin. Stik hem eens wel. Oh, kut. Nu moet ik ook nog de macaroni erin gooien. Nou, jullie hebben waarschijnlijk al door dat ik niet zo heel erg vaak kook. Ik kan het wel hoor. Echt wel. Maar of het altijd met heel veel liefde gaat, dat weet ik niet. Maar goed, als ik het maar lekker vind, toch? Ja. Oké, het eten staat op. Ik ga heel even chillen. Met die billen. En dat was het dus. Jawel, lieve mensen. Voordat ik gewoon vergeet te vloggen vandaag. Ik ben heel lang. Ik heb hele hoge hakken aan. Ja, ik wil ze even show offen. Hoe noem je dat ook noemt. Hi Mel. Hey. Hi Mief. Char, Mina. Char. Wat ben jij? Ik zal af wat doen. Oh. Maar we hebben dus onze eerste opname gehad voor The Room. En die gaat binnenkort online. En het wordt heel bijzonder, vinden wij zelf, hè, vooral. Dus ja, check it out. The Room. Ja, volg ons op Instagram. Volg ons op Instagram. Ik zet hem hier wel in beeld. Ja, dat is goed. Wordt echt nice. Meer informatie daarover later. Dag lieverds, ciao. Oh, hier is Char. Hi. Niet kijken. Oh, Char. Char en ik zitten in de auto en we stonden al 2 keer op een busbaan. Ja, ik snap het niet hoor. Maar echt per ongeluk gewoon. Ja. Maar... En er kwam politie naast ons staan, motorpolitie. Ja, hij heeft ons wel even geëscorten. En hij ging ons, hij was heel lief en hij ging ons escorten.
Dus even een shout-out naar Politie Amsterdam. Ja, 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 dank jullie wel, serieus. Maar dat, en ik rij nu helemaal verkeerd nog steeds, hè? Dat mijn keertje echt zakt. Ja, oké, doei. Oké, we hebben maar de snelweg genomen. Sarah heeft maar de snelweg genomen. Want Amsterdamstad, ik word een beetje gek van je, hoor. Hij komt omdat je Rotterdammer bent, vriendin. Ja. Kan er niks aan veranderen? Is de wet van de natuur of zo? Jeetjes. Oké. Okay. Het ziet er wel goed uit. Good morning! Good morning. Ik had vlechten gezet en nu heb ik gewoon een slag in mijn haar. Vind ik eigenlijk veel leuker. Hoe gaat het met jou, Annie? Goed. Annie moet op wie liggen nou? Het kan niet beter. Annie had 3 dagen migraine. Echt vreselijk. Ja, dat is vreselijk. Ik weet het niet, want ik ken het niet. Denk. Ik heb net een klein stukje hechting uit Epi laten halen. Epi. Het trekt een beetje. Maar ik ging daar van controle naartoe en dat ging allemaal hartstikke goed. Dus ik ben blij. Blij toe. Annie is ook blij. En ik bedacht mij, ik heb het al voorspeld, hè? Een paar maanden geleden, Annie. Ik heb het jou gezegd. Dat tromgeroffel graag Mel nu. Ux halen. Ik wil die dingen weer aan mijn voeten. Want ik heb het koud. Ja, lekker warm. En ik zag Ronnie Flex laatst in een programma. Die had gewoon... wat heb ik een dikke kop, hè? Ik weet ook wel waarom. Ja, het is de tijd van de maand. Ja, dat valt wel mee, hoor. Nou, ik vind wel dat ik beetje... Ik heb ook dikke armen hier. Mee. Kijk hier. Ik heb het niet over armen, Annie. Ja, ik maar dat is niet die camera. Het is die camera. Maar dus dat ga ik dus wel doen. Ik ga ze gewoon weer rocken. Ik ga gewoon X halen. Het skipak erbij klaar. Dat vind ik echt raar. Nee, ik zo nou skipak. Dat is toch, dan heb je een heel pak, heb je warme voeten. Klaar. Klaar voor de winter. Wat heeft een skipak? Annie komt eerlijks in een skipak en ook dikke X of iets. Of weet ik zie het er nog doen ook. Ja, geloof, ik zie het er nog doen. Ik kan niet met dit weer. Ik ben niet geboren voor het land. Nee, dat is waar. We gaan gewoon verkassen. Ja. Maar, dus dat. Ik wilde dat even mededelen. Ik ben benieuwd. Het zijn natuurlijk vreselijke schoenen om te zien. Onogelijk. Maar ze lopen wel als pantoffeltjes. Ze lopen heerlijk. Ze lopen heerlijk. En als Ronnie het kan, kan Glenn het ook? Wat jij, hè? Ik vind het ook. Ja. Wil je ze ook? Nee. Kijk, dat vind ik nou dan wel kom ik ook in mijn skipak. Dat vind ik raar. Je zegt dat ik gelijk heb, maar je wilt ze niet. Met andere woorden, doe jij lekker je maar ding. Dan ga ik ermee naar bed en dan zie je me elke dag met Ux. Je gaat toch niet met Ux naar bed? Je gaat toch niet met je schoenen naar bed? Nee, het zijn gewoon pantoffeltjes. Heerlijk warm. Ja, dan loop je mee in huis, maar je gaat er niet mee naar bed aan. Vind dit een raar gesprek? Ik ga toch gewoon mee naar bed, hoor. Voeten onder de deken vandaan. Ja, we hebben toch geen man. Daarom. Maar Anne, hij is even op jou gericht, hè? Morgen heb ik nieuwe haren, mensen. Want? Leg even het verhaal uit. Ik heb uit. Iets laten groeien. En dat groeit binnen 2 dagen. Daar ben ik nu mee bezig. De doos haar. Met tiet haar. Ja? En dat lag ergens? Oh ja. Nee, dat heb ik een soort spul op mijn hoofd gedaan. En dan na 2 dagen kan je haar net zo lang worden als die dikke buik van me. Mijn onderbuik. Kijk eens, mijn onderbuik. Nee, mensen, het was haar van mijn vriendin. Want die heeft zoveel. En ja, ze geeft alles maar altijd weg. Dus ja, nu is Annie blij. Nu is Annie blij. Morgen heeft Annie een eigenlijk hele terug. Lange haar. Ik wil het eigenlijk terug. Ik gun je, Annie. Wat is mijn kerstcadeau? Ja, weet je, heb ik dat gewoon meteen gehad. Weet je, ja, gewoon zoek een doos op in Glenderhuizen en vind haar. Ja, kan gewoon bij mij. Hé, het is vroeg, hè? Het is heel vroeg. Hoe laat is het? We waren al om 7:30 op straat, toch, vriendin? Ja. Het is nu 9:30. We staan te wachten tot de Ux-winkel open gaat.
rare kop. Even serieus. Het is wel een beetje een slaperig. Kakkebuurt. Slaperig stadje. Kijk, dat wil ik daar ook niet zeggen aan iemand, want dan krijg ik weer al die laren. Nee, ja, maar ik zeg het. Het is een kakkebuurt. Oké. Nee, jij zegt het niet, maar ik. Ik vind dat hier kakkers lopen. Vaak genoeg gezien. Ze zijn ook best. Ze zeggen nooit goedemorgen. Nee, ze zijn zo. Dat is voor de grap toeteren. Kijk, ja. Hoi! Nee, zie je dat? Hoi! Oh, we gaan vandaag kijken. We gaan een test doen, Annie. Dat gaan we echt doen. Op de weg zo? Nee, overal. Waar we lopen, we gaan kijken gewoon. We gaan opletten wie er vriendelijk is. Als mensen groeten, want ik ben altijd zo van. Hi, goedemorgen, hallo. En gewoon, ook al heb ik er geen reden voor, dan ga ik gewoon groeten. En ik wil weten hoeveel mensen mij teruggroeten. Nee, ik denk niemand. Stel me teleur, hè? Beetje jammer dit. Test 1. Goedemorgen. We zijn de eerste, hè? Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Yes. Zijn de dames ook van die kant? Yes. Ja? Oké, top. Maar dit zijn ze, hoor. Ja, die minis, ja, die vind ik ook geweldig. Ik vind ze beeldig. Deze zijn nog iets kort. Oh, nee. Deze zijn ook wel lekker. Ja, nee, die minis. Ik hou van die minis. Minis? Ja, minis heb ik ook altijd gehad. Die minis zijn gewoon het leukst. Okay. Ook qua kleren. Qua kleren? Nee, ja, hoe je dat dan wilt doen, je weet toch? Het is lekker kort. Dit is leuk. Ja, dit is leuk. Dit is leuk, hè? Ja. Zij zijn grappig. Wat is dit? Grapje. Zou ik deze van u mogen passen? Tuurlijk, welkom. Ze zijn weer helemaal in, hè? Helemaal. Ja, ja. Ik ben blij, hoor. Ja. Kijk eens aan. Ik ga gewoon fully in. Hier. Ja? Oké. Wat grote handen. Dit vind ik zo raar. Nee, dit vind ik een jaartje, hoor. Twee geen ukjes, Annie. Kijk eens voor mij. Ik denk of het ook ga. Ik begeer het voor mezelf. Zeg je? Begeer het voor mezelf. Ik zeg dat ik ze van mij. Nee, ik heb genoeg gehad. Ik heb al kerstcadeau gehad. Nee, Annie, alles wat je hebt gehad, heb je gevonden in mijn huis. Ja. Kerstnieuws, nieuws, mag dat? Doet dat? Ja, tuurlijk. Ja? Hoe vind je mijn plaat, Gijs? Top! Geweldig. Ik ben zo benieuwd naar... Wat ga je nog meer dan, mama? Mag ik ook een nummer voor je schrijven? Doe je best. Als jij belooft dat je het op het album gaat zetten, dan... Ik heb zo'n leuk idee. Echt waar? Ja. Let me know. Ja, ik laat je weten. Je weet toch? Ja, laat ik je weten. Thank you, Gijs. Geef wel. Klinkt lekker, hè, zo. Als je me de... Lekker hard. Geen traan. Geen traan. Zo heet de nieuwe single van Glennis Grace en ze was bij ons in de studio. Sterker nog, ze is nog steeds bij ons in de studio. Ze is druk aan het vloggen. Kom je in je vlog? Of ja, vind je toch leuk? Ja, leuk. Oké, goed. Geen operatie, maar wel een inkijkje in de studio van Gijs 2.0. Dag Gijs. Van Glennis. Nou, we lopen hier in... Waarom ben je naar niet gegaan dan? Ja, ik weet het niet. Ik voelde een groepsdruk, we moesten gaan. Dus toen dacht ik, ja, laat maar dan. Dan moet iedereen weer op mij wachten. Ja. Dat hadden we heel veel even voor je over gehad. Maar we hebben dus een gig, een online gig. We dachten, we gaan even een luchtje scheppen met de band. Ja. Jongens. Leuk. Petje. Hey. Je komt in mijn vlog. Hallo vloggers. Leef, zeg even hoi. We kennen jou inmiddels wel. Hoi. Ga je niet raar dingen zeggen? Nou, op. Oké, we zijn nu onderweg naar het podium. Gezel. You guys ready? Yeah.
Ja, zo. Hoe heb je ook haar geknipt? Zie je nu pas. Nu pas? Ja, dat zie ik echt nu pas. Nu pas valt het me op. Nou, voor de vlog is het misschien leuk als mensen, als ze ook nog weten dat ik zangeres ben. Met deze Burns namen naast me. We gaan nu een klein stukje doen. Ja. Oké, wat dan? Can I make it? Oh ja. Make it happen, sorry. Ja, een klein stukje uit Make it happen, toch? Ja. En dan is het is de bridge volgens mij, of niet? Oké. Okay. Ja, want het zijn twee bridges, ja. Toch? Ja, dat moet je bij mij. Ja, weet je, maar prima. Ik heb bridge, dat is wel de bridge. Ik weet het eigenlijk niet. Hadden ze toen al bridges? Ja, het hadden ze ook. Ja. Wauw. Dat is toen al bridges. Ja, nee, dat is een bridge. 1, 2, 3, 4. I was alone, but now I found. I got my feet on solid ground. Thank you, Lord. Oh, yeah. If you believe within your soul, just hold on tight and don't let go. You can make it, make it happen. If you believe in nothing, you're gonna make it happen. Make it happen. Make it happen. And if you believe in nothing, you're gonna make it happen. He's gonna make it happen. Gonna make it happen. Zo! Echt, hè? Wat aan het stressen. Kijk op! Nou, dan kijk ik naar jou, we moeten wel inzetten. Wow! Nou, jongens, weet je, keep in mind. Make it happen. Make it happen. En geloof in je dromen. Ja, ja. Nee, het klinkt heel cliché, maar het is wel echt waar. Het is echt zo. Vooral geloof er ook in dat corona gewoon overgaat. Ja, want als ik nu mensen wil proosten voor 2021, nou, ik ben er nog niet blij mee, hoor. Ik ben er ook niet blij mee. Ik ben alleen blij dat er champagne in het glas zit. Ja, want zijn er nog meer glaasjes? Dat het lekker gaat. Huh? Zijn er nog wat glaasjes? Nou, er zijn nog wel wat ik heb flessen. Één. Dus ik heb die van Bob gepakt. Je mag de flesje pakken. Wow. Zullen we kijken waar die fles is? Ja. Wacht, oh, ja, leuk voor de vlog. We gaan zoeken naar de fles. Wat? Oké, we gaan even de fles zoeken. De champagnefles, jongens, want we zijn er erg aan toe. Ja. Mm-hmm. Ziet u hier voorop loopt? Ja, tuurlijk. Bobby, Bob, we zoeken de champagnefles. Kom even mee. Wij willen heel graag de champagnefles stelen. Ja, die net is waar we net op mee gingen proosten. La 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 la. Hoe moet ik nog even de afstand? Waar is hij? Zie jij hem al? Hey. Hi. Hey. Siba! Siba! Ik zie het. Hij staat betaald. Je zocht je telefoon, toch? Oh ja. Telefoon. Zoek je telefoon. Dankjewel. Hoi hoi. Waar is je telefoon dan? We got it! Yes! We got that thing! Maar nu glaasjes. Is er nog eens bij je? Kijk! Oké, okay, het is geen champagne, maar het is wijn. Wat is er? Hebben jullie champagne gezien? What? Nee. Nee, ze zoeken hem binnen. Nee, wij hebben geen champagne gezien. Champagne douche. Nee, nee. Dus mijn lying face is. Hey jongens, dankjewel. Ja, dankjewel hè, voor alle goede zorgen. Super geregeld. Bedankt voor de champagne. Fijne dag. Dat is toch hè. Fijne dagen. Ja, als iemand me de wens kan ik toch niet zeggen, oké, okay, dank je, doei. Ja, dat gaat toch niet? Wat? Ja, als iemand, hij zei net, ja, zeg je toch fijne dagen. Terwijl ik wilde het eigenlijk nog niet doen. Nee, we hadden net afgesproken dat we het nog niet zouden doen. Nee, want ik wil nog echt niet naar 2021. Het is, welke dag is het? Oh, november. Zo. Fijne dagen, even rustig, schat. Ja. Ja. Nee, dat... Even rustig. Ja. Maar ja, ik moet iemand het wel terugwensen als iemand het denkt. Ah, hij zei het. Ja, hij zei zelf fijne dagen. Dan kan je niet niks terug zeggen. Snap je? Oké, okay, dank je. Ik doei. Dat kan niet. Het is net als een, ik hou van je. Thanks. Thank you. Die is lekker. Eet smakelijk, jongens. Wat eten we wel? Wat schaft de pot? Paddenstoelen risotto. Ja, ik zeg zomaar, het is groente risotto. Oh, ja. Een paddenstoelen risotto. Is het lekker? Ik durf nog niet. Maar ga maar. Ga maar. Kim is altijd heel kritisch. Ja, ik klopt wel. Je bent al ik snap het wel. Lekker? Gelukkig. Ja, ik dacht. Gelukkig. Gelukkig. Oké. Nou, eet smakelijk, Glenn. Ga helemaal. Ik ben net thuis. Van een heerlijke dag. We
we mochten weer spelen. We mochten weer even doordoen met z'n allen. Met z'n allen bedoel ik dus mijn bandje. Het was zo fijn om gewoon weer eventjes gewoon te mogen zingen. Het was een online optreden voor een bedrijf. Ja, in het begin had ik zoiets van, hè, raar, weet je. Maar ja, lang blij dat we gewoon iets konden doen ook gewoon. Gewoon weer, don't mind the her. Gewoon iets, gewoon weer even spelen, performen, entertainen. In any kind of way. Hey, en het was allemaal zo goed geregeld. En gewoon om iedereen ook weer te zien. Ik heb die jongens echt allemaal gemist. Als ik ze dan allemaal zo weer om me heen heb, dan denk ik, ja man. Dit is gewoon ons leven. Dit is wat we doen en dit is wat we horen te doen. As long as we live. En als dat je dan afgenomen wordt door een of ander kutvirus, is dat gewoon fucking zuur. Ik heb echt een lange edde, maar goed. Anyway, ja. Dus dat eigenlijk. Ik ben echt, ik voel me gewoon echt weer even heerlijk. Het is, weet je, zingen is voor mij altijd een soort van therapie of zo. Mijn uitlaatklep, toch? En als je dan mensen om je heen hebt met wie dat gewoon zo makkelijk gaat en de sfeer altijd goed is. Echt een shout-out naar mijn band, guys. Ik heb jullie gemist. En jullie zijn gewoon geweldig. En ja, laat gewoon, ik hoop gewoon dat echt alles volgend jaar beter is. Dat we gewoon gaan knallen. Dat we weer mogen knallen. En mensen gelukkig maken. Als ik weer dat klant ook weer zo hoor die ons geboekt heeft. Zo blij en zo tevreden. En gewoon, hij was gewoon helemaal een soort van ontdaan ervan. Dat, hè. Dat brengt heel veel. Het geeft ons heel veel voldoening. Yep. Blij mens. Echt een blij mens. Ciao. Hoi! Hey. Nou, ik heb iets voor jou. Oh, ik denk dat ik al weet wat. Je weet, ik ga beurzen af. En dan haal je iets moois. Ja, oh, vet. Oh. Kijk. Kijk eens, een originele handtekening van Miss Whitney Houston. Wow. Hier. Is hij echt origineel? Origineel, original. Alleen één ding, het bewijs zit hier achter. Dus dan zou je hem open moeten breken. En ik heb hem net helemaal ingelijst met museumglas. Oh, maar weet je hoe blij je me hiermee maakt. Ja, hè? Hij is mooi, hè? Hij is heel mooi. Zeg even dat je mooi bent, want je hebt het namelijk niet gezegd. Zeg het nog even wat je ervan vindt. Ik vind het prachtig. Ja. En heel, nee, maar echt heel bijzonder. Ik spaar alles van haar, je weet toch? Ja, dat is mooi, kijk, hè? Dit is echt op haar beginjaren. Dus ja. Hier was ze op haar mooiste en op haar allerbest. Zoals jij nu bent. Nou, dat weet ik niet. Dat wil ik niet zeggen. Je bent aan het vloggen. Ik ben aan het vloggen. Hoe gaat dat vloggen? Kijken mensen? Ja. Gelukkig wel. Gelukkig wel. Like dan, meneer. Ik kan het hele liedje niet vinden. Is het überhaupt top? Oh, wat zit je nou toch op die kruk? Moet je nou eens kijken. Nou ja, maar dat vind ik lekker. Ik hou ervan om op een kruk te zitten. En ja? Te ik zweer. Oh, het was mijn hand. Ja, jij bent lekker met je vloggen. Hier, kijk. Kleiners op de kruk. Ja. Nou, ziet er wel uit. Ja. Nee, het ziet er prachtig uit. Wat een verschrikkelijk licht. Heel erg verschrikkelijk. Lijkt wel een Turks koffiehuis. Ik moet dus nu iets gaan inzingen wat gewoon onmogelijk is bijna, want ik moet mijn lach inhouden. Ik ga dat echt niet, het gaat nu lukken. Oké. Komt goed hoor. Ja. Yes, oké. Okay. Hetzelfde stukje. Niet lachen, hè, Kar? Nee, ik ga niet lachen. Nee, oké. You are my sunlight. Jezus! Stop die band! Stop die band! Nu! Het gaat niet opnieuw! Stop het! Opnieuw! Dit kan je niet vloggen hoor. Als je dit vlogt. Oh,
shit. Nee, weet je nog hoe lang die laatste keer duurde? Dat we eruit kwamen. Ik had gewoon geen stem meer over toen. Nee? Nee, Kar. Maar je hebt normaal gesproken helemaal geen stem. Dus het is dan een bonus. Had je die dag een stem? Zeg, hoe zit jij mij te filmen? Kijk nou. Jij filmt mij zo. Dat is toch niet te doen? Hey Freek. Mag hier nog een keertje over? Je bent geweldig, Freek. Wat? Een hekel aan artiesten nee. gekregen, Freek. Freek is onze allerbeste vriend. Dus als je zit te kijken, wij vinden Freek geweldig. Ja, Freek heeft heel veel geduld. Dat is nu al... We zijn net begonnen. Het gaat nu al fout. Ja. Ja, let maar op. You are my sunlight. Sorry hoor. Ik had een heel gek shot. Want je kwam heel dichtbij. Oh, ik heb het zo warm. Oh. Nee, dat kan niet. Ik zat dat lekker. Ik ging goed. Ja, maar je moet toch een beetje beter je best doen. Take 5. Ja. Nu echt. Nu echt. Ja. You are my sunlight, zij en zij. Dit gaat echt. Ga door, kreng. Maar ik zit niet goed. Die timing is wat is niet dat? Goed. Dit klopt niet. Wat doe ik hier? You are my sunlight, zij en zij. Dit gaat echt voorbij. Even maar. Pak, tak, Oké, geef jij hem even aan dan. Je haalt hem omhoog. Oh. Je hebt een hele zwaar. Jij moet hem even aangeven. Ja. Ja. Oké. Okay. Komt ie. Ja. You are my sunlight. Nog één keer hoor. Sorry. Even. Oh. Het is even een beetje in verslag. Schiet nou toch even op. Die meid die staat er de hele zo tijd. Zo onprofessioneel dit. You are my sunlight, zij en zij. Dit gaat echt voorbij. They don't share what's mine no more. I never had love like this before. Nooit meer alleen, zo kan je door. Sinds die dag voel ik jouw kracht. Cause I never knew love like this before. Open my eye, cause I never knew love. Stop! Wat? Stop! Open my eye? Je hebt er twee! Je hebt toch geen één eye? Open my eye! Jongens, jullie raden het nooit. Het is zaterdagavond. Ik mag gewoon weer een keer optreden. En kijk eens wie er mee is met me. Hallo. Is mijn tourmanager. Hi. Gezellig weer. Ja. Scheveningen Koerhaus. Oudje. Ja, als je ziek moet, gaan we ziek. Ja. Met een beetje gangster, je weet wel. Ga je nu naar het podium? Iemand gaat iemand ten huwelijk vragen. Dat hebben ze gevraagd dat het in mijn blok mag. Hoe heet ze ook weer? Shanas. Dat ga ik vergeten, hè? Shanas en Nick. We gaan het zien, guys. Ik verwacht dat Hella gaat vloggen terwijl het allemaal gebeurt. Ja? Sowieso. Ja. Ah, alles vloggen, alles. Alles vloggen. Is dat een beetje in het licht? Ja. Ik fel. Nou ja. Er is een dame in ons midden. Haar naam heet Shanas. Shanas, waar ben je? Ik moet even gaan staan, want ik zie helemaal niks. Shanas, zitten jullie daar? Je moet een beetje gaan staan, hoor. En kan er misschien een spotje op hun komen? Want Nick, ben jij eigenlijk gaan niet zitten, Shanas? Jij gaat iets heel bijzonders doen, toch?
Ongepast. Huh? Anders denken zelfs alle broers dat ze dat kunnen doen. Dit is echt geen mooi licht waar we nu in staan. Zeg maar even Bob. Ik kan elk licht wel hebben eigenlijk. Nou, je ziet heel erg dat je graas bent. Okay guys, Annie en ik zijn kerstinkopen aan het doen. Ik heb er heel veel zin in. Ja. Hé Annie? Ik zie nu je gezicht helemaal niet meer. Kijk, ik kan toch ook gewoon zo'n neppert kopen? Wat een geld. Laat maar. Of deze. Maar het is zo duur. Maar het is wel voor life. Even serieus. Dit boompje hier. Ja, niet eens groot. Is ook niet heel knap. Is gewoon €500. Een meter om rug liggen. Is dit nou? Vind ik echt bizar. Nee, die vind ik stommer aan. Die is te simpel. Te simpel. We gaan een mooie kopen. Enig. Hoi. Op mijn rode. Yo. Wat is er weer? Wacht even. Ja, natuurlijk. Nee. We gaan snel weg. Ik ga ook in het karretje zitten. Het is zwaar. Annie, denk je dat je het aan kan? Met tuurlijk. Het karretje? Tuurlijk. Oké, maar dan moet jij deze even vasthouden. Even draaien. Ja, dat zit zo. Let's go. Ik denk dat we zo direct verwijderd worden. Dus met eruit wordt gekikt. Kijk uit jongens, ik heb geen zin in nog meer ziekenhuizen in mijn leven. Tony, wil je überhaupt een kerstboom? We hebben toch al een kerstboom. Waar dan? In de tuin. Die ding, die pannenboom. Tony, dit is geen kerstboom. Iedereen lacht me uit. Maar gaan we dit jaar voor een kerstboom? Ja, maar we moeten eigenlijk wel voor de cadeautjes. Zeg je? We moeten voor de cadeautjes. Cadeautjes op je oog. Nou, ik ga er weer even uit, want dit is... ik kan niet... Ik moet dingen voelen en zo, hè? Uithaken. Oké, doei. Water. We zitten bij mijn moeder. Kinderen hebben Lego gemaakt. Dus het is een beetje improviseren met waar we gaan eten. Einar. Hi. Hoe gaat het? Salam alaikum. Ja. Hi. Fakkertjes. Ja. Hi mam. Hi. Lekker gekookt. Ik hoop dat het lekker smaakt. We moeten de week even afsluiten. Zullen we even gaan bidden? Ja hoor. Amen. Oké. Dag allemaal. Jongens, zeg even gedag. Doei. Ik ben nog steeds naar de kapper geweest. Nee. Dat krokantje zit er nog op. Lieve mensen, dit is...
Dit is de vlog van mij en... abonneren, liken. Ja, abonneren, delen. Liken, delen. Hey, doe maar swipe. Wanneer zien we jouw meisje hier eens een keer? Even mij. Ik snap dat allemaal niet. Oké, ik ga niks meer vragen over je vrouw. Vrouwtje. Volgende vlog. Ja. Toch wel. Waarom ben je zo hysterisch dan? Dus de volgende vlog komt Miss Amira en beeld schoon dat ze is. Anyway. Wij gaan nu stoppen. Dank jullie wel voor het kijken. Ik zie jullie volgende week. Nou, en het is eigenlijk al over 2 dagen. Doei. Dag. Like en abonneer.